Hallo allemaal en welkom terug bij deel 2. Eens even kijken. Ik heb net even mijn ontbijtje, mijn middageten gegeten. Och, vergeet de koffie mee te nemen. Ik hou van koffie. Koffie is mijn... Wat vlees is voor mij, is mijn koffie ook. Even kijken. We waren... Oh, ze moet naar het toilet. Oh, shoot. Is het heel ernstig? Het is super ernstig. Nee, dat niet. Dat. Ik moet gewoon op M drukken. Ben gewend om toetsen te gebruiken. Maar de Sims speel ik altijd met dat. Met de muis. Dat ging niet. Waarom niet? Ja, je kan zo naar de poort. Moment. Oh, wacht even. Dan hoef je de trap niet op. Hier. Ik heb zelfs bij mij dus met ons gekeken, maar ik kan nergens. Ik weet niet hoe die add-on heet, dat die ruitjes weggaan. Ik kan hem niet vinden. En er staan heel wat van die add-ons in. Ga even naar de wc. Je staat niet te dansen. Waar ga jij heen? De wc is daar. Ja, gaat ze op de fiets de wc in. Kom je weer klim te zitten? Faba! Louise? Ik weet het niet. Leni? Luca? En het is Fabalus. Van jou heb ik nog eigenlijk nog weinig bio. Want volgens mij ben jij ook geen echte simmer, maar ben jij door iemand gemaakt. Maar ik kom je in heel wat steden tegen, dat wel. Wat sta je daar nou stom te doen? Ga naar de wc, maar dat kan ze niet, want ze staat klem. Door die fiets. Dus het is heel simpel, fiets. Toch weer 50 simoleons. Hey, hallo. Oh nee, moet eerst in de tas. Ik ga de tas verkopen, ja. Zo. Ga. En daarom vind ik vind het een hele slechte zaak die fietsen in Sims 4. Want na de stomste dingen, dan ga je naar de winkel reizen met die fiets naar de winkel in. Zoals je zag, ze had haar eigen klem gereden, want de Sim heeft heel wat ruimte nodig. Omdat ze die fiets daar had neergezet. Als ze nou gewoon hier hadden toe gefietsen, was ze niet aan de hand geweest. Maar nee. Dus daarom fiets weg, opzouten. Hey, Faba weg. Ah, Lelly. Je zag de man net, Victor. Hoe raak het aan de straatnagel komen? Ja, en jij zit in mijn container, dus even vriendelijk aardige introductie. Ja, gooi dat daarin. Laat die al. Wacht even. Wacht er dan mee. Nee! Oh, trut. Je gaat er niet slapen, hè? Tinker, wat moet je? Die gaat slapen. Ja, ik heb geen geld om die bank te. In te ruilen. Het kost 5000. Ik heb net 1200. En ik mag geen bankje in de shop kopen. Dus ja. Ben je klaar, Lily? Nee. Dat diefde me net in hier. Dan zeg ik tegen jou opduiken. Ja, moet je die vingen. Ja, maar niet met die ving lullen. Dus ja, dan ben je je container kwijt. Hé? Lijkt me leuk als je nou weer de tasje eruit haalt. Ik gooi het er net in en jij haalt het er weer uit. En wat hebben we? Ik zie nog niks in je tas verschijnen.
En je kan niet meer opduiken. Nou, nog een keer proberen. Die container is leeg. Opslaan in de wind. Nee, je gaat niet uit het bankje. Je gaat mee. En dan is het beter als je twee sims hebt. Want dan kan je die ene zeggen, pleur naar huis, ga lekker naar je nest. En dan ga je met die andere verder. Maar ja, die luxe hebben we momenteel niet. We zijn hier. Oh nee, we waren hier. Dan gaan we even hierheen. Ziet er niet vol uit. Nee, daar was ik al bang voor. Heb je haar weer? Oh, daar komt ze. Ja, kom maar. Tuurlijk geef ik je 1000. Tuurlijk. En als ze nou weer een keer belt, zeg ik nee, dan krijg ik 2000 terug. Tien, tien. Dus het hebben nou even 1000 gekost. Maar ja, ik krijg 100% terug. En dan zegt ze ook, ik bel je niet meer. Ja, ik durf het niet. Als ik het na 2 weken doe, heb ik 2000 betaald, ik krijg 2000 terug. Dan verdien ik er niks aan. Ja, haal jij er even een maaltijd uit. Maar nou is hij weer een beetje gevuld. Laat ik het zo zeggen. Ga je eten? Ja. Nou, loop weg. Hij is nog steeds... normaal ligt er altijd wel een beetje in. Wat is dit spel gemeen. En ik vergeet weer mijn timer te zetten. Maar ik weet nou toevallig dat ik 5 minuten bezig ben. Want ik kijk op mijn klok. Even kieken. Waar gaan we heen? Naar mijn favoriete plek. Dat is het enige waar we nog heen kunnen. Oh, was die gele container, was dat hier? Zware industrie. Was hier nog een container? Nee, dat was hier dus niet. Ik weet niet, gisteren was ik er, maar het was erg laat. Dus met veel slaap. Heb ik een gele container gezien? Ergens, dat weet ik zeker. Maar dit was dus niet die. Daar heb je ook alweer iemand. Ja, ik had hier ook meteen moeten naartoe teleporteren. Mijn fout. Ja, je kan proberen. Aardige introductie. Kijk, dan is het naar deals duiken. En meteen nokken. Ik zei nokken. Ja, daar hebben die simmetjes altijd wel moeite mee. Als je iets, ik zeg van niet doen, dan duurt het uren voordat ze een keer kappen. Want in de tussentijd had hij alweer in die bak in terug kunnen duiken. Wat is het goed vol? Hey, hallo. Weer een fiets. Ja, leuk. Gefeliciteerd. Nee, de stomste uitvinding in de Sims. Of ze moeten eraan gaan werken. Dat is ze normaal gaan fietsen. Maar niet bijvoorbeeld geen publieke dingen inrijden of je huis. Maar gewoon op de straten en niet zichzelf klem rijden. Oeh, we hebben al 344. Maar ik heb toch liever dat je items vindt, meisje. Shut up, freak. Dat doe ik ook, want het kan ook zijn dat een sim je geld wil geven. Maar dat is niet, dat is Benzel Barco die dat doet. Niet hij niet. Maar ik weet niet of hij het ook wil gaan doen. Maar zo mag ik geen geld aannemen. Want dan moet ik weer mijn bedrag op 0 zetten, dat geld eraf te rekenen, dus weer terug naar 3,44. Dat vind ik gewoon te veel. Oh, 3,52. In de duistere diepte. Nou, we zeggen zelfs dat die container bijna leeg is. Maar soms weten ze nog wel eens een douche uit te halen. Nee. Nou, ga naar je huisje. Dan kan je even in bed. Dan kan je eten. Ach, nee. Deze.
Standje 3. He, zo moe en daar zo hard kinderen lopen. Normaal heb ik het, zorg ik ervoor dat mijn simmetjes het altijd goed hebben, want een goede sim is een goed verzorgde sim. Dus die zitten niet te klooien. Even kijken, ga even in bed. Dat is een... Nee, eten. Of, nee, je vindt zelf bed? Oké. Okay. Nou, dan ga je eerst in bed. Huppakee, daar gaan we. Wat heb je in je tas? Helemaal niks? Heb je helemaal niks gevonden? Dit is echt bullshit. Dat ding dat staat propvol. Ja, je stinkt, je hebt slaap en je hebt honger. Ik kan aan twee dingen kan ik wat doen, aan de derde kan ik niks doen, want het kost 5000 goud. Of simoleons. Ja, ik speel ook onder andere World of Warcraft, Diablo, weet ik veel wat allemaal, zoveel online games. Veel Steam games ook. Steam is een van mijn favoriete forums. Ik ben gisteren over de 400 games gegaan, dus dat gaat de goede kant op. Origin heb ik wat spellen. Big Fish heb ik wat spellen. Maar ook met Origin, omdat je die fee betaalt en het is 5 euro of 9 euro, ik weet het niet eens meer. Maar dan heb je games die kun je gratis spelen. Ja, hij hebt ze niet. Want na een maand of 4 maanden of 5 maanden of 6 maanden, dan wordt er in ene gezegd, dit spel gaat binnenkort verdwijnen. En dan moet je hem snel kopen als je hem leuk vindt of laten gaan. Meestal laat ik hem gaan, dan heb ik hem één keer gespeeld en dan vind ik hem niet leuk. Meestal verwijder ik hem ook uit mijn bibliotheek dan. Goed, nou, u kunt nu... Heb jij niet zo'n honger? Je hebt meer honger? Ja, ongeveer 50-50. En daarom wil ik geen vrienden hebben, dat bedoel ik. Dat is met het Cat Famous pack gekomen, wordt beroemd pack gekomen. Dan heb je clubs. Nou, kan je nu al vertellen, maar dan gaat hij geen club, want dan moet je weer dingen doen. En daar heb ik geen zin in. Wat ga je doen? Met de planten praten? Ja. Zal je niet eens even gaan eten? Of is het allemaal bedorven wat hier daar zit ondertussen? Dan die 8 uur. Dit is heel mijn inventory. Je hebt geen voer meer. Oh, shoot. Dan gaan we... een reisje maken. Ik weet hoe mijn sim zich voelt. Ik heb enorm veel trek in een bakje koffie. En we zijn pas 10 minuten in het spel, dus nee. Ik moet nog 20 minuten wachten. Ik vind het altijd zo stom om weg te moeten lopen om koffie te gaan halen. En ik was hiervoor aan het zoeken waar mijn Nederlandse versie van dit spel stond. Want ik heb heel wat filmpjes, maar die staan in het Engels. Maar die hebben allemaal al een benaming gekregen. En die moet ik... Ik zat in een periode dat mijn internet heel slecht was, omdat mijn router kapot was. En het heeft 6 dagen geduurd voordat KPN, voordat mijn telefoonaanbieder een nieuwe modem had opgestuurd. Want ze zeiden de chauffeur zou komen en ze zouden contact met me opnemen. Ja, nou, nooit contact gehad. Ja, van PostNL, van de postbezorger, dat ik hem kan afhalen bij de sigarenwinkel. Dus ik kon ook niks uploaden, want... Dan was ik aan het uploaden en pats, internet ermee gestopt. Nou, met één filmpje. Oké, één filmpje. Maar als je er meteen 30 tegelijk uploadt
En je krijgt bang. Internet stopt ermee. Kan je alle 30 weer opnieuw gaan invoeren. En daar had ik geen zin in. Want er gaat heel veel tijd in zitten. Want je moet je video's nog editen. Meestal edit ik al niet eens meer. Want het software wat ik gebruik, dat heeft besloten om, als je het eenmaal gekocht hebt, dan heb je het over te stappen op, je jaar is afgelopen, je moet weer een nieuw jaar kopen. Nee, dat doe ik niet aan mee. Niet eerst dit en dan een ene dat. Ik heb een licentiesleutel gekocht, klaar. Met je antivirus weet je het. Je antivirus, je koopt één licentie, dat is een jaar geldig, daarna moet je vernieuwen. Niet eerst zeggen van, je koopt het product en het is voor jou, en dan een jaar later komen met, ja, je hebt nu je sleutel is verlopen, je moet een nieuwe kopen. Ja, meisje. Oh, man. Get the f*** out. Dit is belachelijk. Ze staat hier in zijn komen zelfs al. Jullie hebben zelf kunnen zien dat ze kwamen nooit eerder voordat zij. Oh, wacht, ik heb natuurlijk eens naar horen. Dat is het. Ja, gooi jij dit even op de grond, dan pak ik dat even op. Daar ben ik heel blij mee. Want als mijn container zo meteen leeg is. Kijk of er niks meer ligt. Oh, die gaan doen. Dat is. Ik heb toch een wipje bouwen. Kan jij ook als je een geliefde hebt, kan je ook in je dumpster. Alleen ze krijgen er een nare stat bij. Daarom doe ik het nooit. Ze mogen het voor mij in een raket doen, in de douche, in bed, in de kast krijgen ze ook een nare stat. Maar ja, daarom doe ik ze dat ook niet. Ze kunnen het in de lift doen. Moet je wel de add-on geïnstalleerd hebben van de lift. Maar ik heb geen liften, want ik vind het irritant werken. Nee, je gaat niet babbelen met haar. Nee. Iedereen. Zometeen is ze weer verliefd op je. Terwijl ze getrouwd is. Yo. Gaan jullie eens even weg hier al. Jullie hebben je ding gedaan. Nou moet ik jullie zweet gaan leggen, de kruimen. Maar je moet even wat te eten voor vinden. Oh, ik wou het er net in gooien. Haha, mooi niet, meneer, mevrouw. Nou, weet je wat, we gaan hier weg. Ik word er helemaal gestoord van. Ik ga zo meteen 2 containers neergooien. De groeten. Dan moet ik er 6 neergooien, dat kan me niet schelen. Dit is gewoon gekke werk. Ik weet niet eens waar ik naartoe was gegaan. Nee, volgens mij niet hier naartoe. Hè? Nee. Wel, oké. Ik wil mijn geluk hier proberen. En vind wat! Ik heb de trace niet teruggezet. Auw! Ik weet niet eens of hij vol zit. Nee, maar nu wel. En er komt iemand aan. Dus naar Niels duiken. Niels bedoel ik. Nou ja. Ah, dat meen je niet. Je staat ervoor. Ah, dit is echt niet normaal. Flikker op zich. Ze staat er godverdomme voor, ze kan hem zo pakken, nee, er komt iemand aan, nee, dat kan het niet meer. Wat is dit voor... Oh, man, dit is niet normaal. Sta ik daar, kan ik het nog wel begrijpen, maar ze staat er voor. Ik klikte al, hij komt eraan en nee, dan gaat ze niet. De schijt, ik ga lekker zelf containers neergooien. Bekijk het lekker. Dat doen we lekker hier. Nee, hier bij de dump. Want dat wordt sneller gevuld. Maar dit is niet normaal. Flikkeren en top zich. Zo, dan wachten we. Dan gaan ze. Moet je opletten. Ik sta hier.
Ah, vader Winter loopt daar. Kijk, ze lopen allemaal daar naar die container. Lopen. Nee, jij niet. Jij blijft hier. Je mag zo meteen in een container. Tot je neus uitkomt. Even 0. Zo. Oh ja, pauze van de gat hier. Even 2, dan gaat het sowieso pauze. Maar we gaan even kopiëren. Waar is die container? Nee, die niet. Oh, daar. Ik hoop dat ik 2 neer kan zetten. Shift ingedrukt houden, Sufie. Zo. Oh, 3 ook nog. Mooi, meer niet. Ik moet er geld overhouden. Even 1. Ze zijn nog niet vol, maar dat maakt niet uit. Zometeen zijn ze wel vol. Kan even duren. Oh, wacht even. Laat ik even het spel activeren. Kijk, en ze komen nou omdat 3 containers staan, komen ze allemaal hier naartoe. Oh man, nee. En voor jij kan er niks uithalen. Maar zij wel. Hallo allemaal, er staan hier 2 containers. Kom hier naartoe. Wacht even hoor, voordat je dat doet. Ja. Oh. Nee. Kom op. Actie! Zometeen is er weer eentje voor. En als je dan doodgaat van de honger, dan heb je pech gehad. Maar ik ga het me er niet druk om maken. Mag ik er komen? Ik zal meteen zeggen dat je je geest moet ontbinden van deze wereld. Ben je verdwenen. Dus. Zo ja. Oh, wat heb je dat stomme mens ook weer gerot op? Ik denk toch dat ik MC Command ga installeren. Dan kan je NCP's verwijderen. Nou, dat is de eerste die. Wat ik zeg al, de doodmaken heb geen nut, want je krijgt er niet dood. Want ik heb er 3 keer gekild, dus blijf terugkomen. En zijn deze al? Nee, oké. Faba! Björn, de familie Björgsen. Ja. Ja, ik weet het. Je gaat gewoon de deal duiken. Opschieten. Hoe is het met je honger? Oh. Als er nou een wc had geweest of een douche. Of een bank. Of iets dat ze konden gebruiken. Terwijl ze dat moesten doen, hadden ze meteen weggelopen en hadden ze geslapen. Dat rijtje wat je hier had, had dan helemaal leeg geweest. Oké, die is leeg. Hoe is het met deze? Ach, kijk eens, het is je geluksdag. Actie! Oh, ik word gestoord van die mensen. Oh jongen, als je erin gaat duiken, ga ik ploffen. Dat is het voordeel van de dumpen hier, die worden heel gauw bijgevuld. Ik wil niet meer verrast worden. Wat heb je gevonden? Wat is dat? Een magnetron? Die krijg je sowieso niet. Weer een fiets? Dat meen je niet. En nog steeds geen iets waar we iets aan hebben. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
Waarom vind ik nou geen spullen? Wat is dit nou? Ja, leuk. Recycled materialen. Belangrijk, maar nog niet zo belangrijk als meubels. Ja, gaan we even eten. Er wordt niet geluld, want dan gaat het alleen maar langer duren. Het vreten duurt al uren. En ze valt zo meteen te aarde. Ja, daar gaat ze. Ik zag het al, ik zag het batterijtje knipperen. Vieze nasmaak. Ja, je vreet naar de container. Wat had je anders verwacht? Ja, en je moet nodig. Ja, en je kan niet. Oh, je kan wel niet, want we zijn hier. Toch? Ah, ze staan op de stort. Oh, dat wordt in je broek plassen. Want we gaan weer even. Je gaat maar eens even wat net spullen opduiken. Hey, kom op. Oh, dat is aan het aanhoeren. Dat kind is hoor, hij. Oh. Ach, filmpremière. Ja, maar ja, je hebt geen tv, dus je kan niet kijken. Baco. Nee, nee. Baco. Baco. Ah, oh, you idiot. Ah, ja. Ah, sorry, is veel meer flauw gevallen. Dat zal niet eerder weggaan voordat ze een bed heeft. Wakker worden. En de deals duiken. Oh ja, je kan die geluidjes laten horen. Dat maakt me niet uit, want daar ben ik in ondertussen doof voor geworden. Ja, je hebt in je broek gepist, ik weet het. Dat was dat geluidje ook. Maar ik ga niet weer naar een andere plaats om je even te laten zeiken. En dan weer daar om een lege container terug te komen. Of vervolgens weer hier naartoe te moeten om containers te legen. Nee, nee, hier is nog vol. Daar begin ik niet aan. Dat, Zo, je bent alweer van je beschamendheid af. Want dat is maar een uurtje. Dus. Oh, die is leeg. Hé, hey, mijn muis die weigert af en toe. Hé, hey, we doen een combo. Ah, ik hoor dat horen, heb ik weer geld gekregen. Een bleep robot. 32 en 2 simoleons. En ze ligt weer buiten. Wat heb je nog meer gevonden? Een ijskast. Hé, hey, dat is tenminste iets. En een bed. Hopelijk kunnen we hem repareren. En een wastafel. 2 wastafels. Een tv. Het begint erop te lijken. Maar we moeten veel meer mucho hebben, want... Lelly! Je man of je vader, ik weet niet wat het is. Je man of je vader of je man. Nee, niet leeg halen. Nee. Wat? Oh ja, dat is mijn trouwquest, geloof ik. Ja, dat is hem. Zo. Je hebt nu 7 dagen. Oh. Voor het geld getraind. Oh, hé, hey, een ijskast. Je kan eten. Hé. Hey. Maar ja, het probleem is, we hebben geen gasstel en geen keukenbox. Dus zeg je groot. En er is voldoende ruimte op het aanrecht. Er is geen fornuis beschikbaar. Dat denk ik. Dat is leuk. Maar ze kunnen er wel hapklare brokken uithalen. Ze noemen het altijd. Het zijn snelle maaltijden. Dan kan het hapklare brokken. Dat vult enigszins wel iets aan. Kan ik hem toevallig openmaken? Dat zou heel makkelijk wezen. Ja, zeg. Oh, er zit niks in.
Dat is balen. Ik denk, als er nou eten in zit, dan haal ik het eruit. Maar nee. Maar je kan hier wel nog eten. Een snelle maaltijd eten. Doe je appelmoes. Oh, ze valt neer. Een snelle maaltijd. Appelmoes, want volgens mij ging dat redelijk snel je honger voorbij. Ja, zie je wel. Zo, nou weet je wat, ga naar huis. Want dan kunnen we in ieder geval je bank neerzetten. Ja, je hebt geen plezier, dat weet ik. Maar ga naar huis. Je hebt geen fiets, hè? Nee, bliep robot. Hij kan lopen, praten en alle getallen van pi uitrekenen. Bliep de robot zal je beste en slimste vriendje van jouw kind worden. Ja, dat is leuk. Als je al die add-on packs hebt, dan krijg je ook... Als je de standaard spel speelt, krijg je heel veel dingen niet. Hè, omdat je die add-ons niet hebt. Ik heb dat zeg maar, dan moet je gewoon... Als je PC wacht op Steam sale... Heel goedkoop. Zo'n add-on pack kost dan bijvoorbeeld 6 euro. In plaats van 17 euro. Dat scheelt 11 euro. Waarom ben jij nog niet thuis? Oh, ze is natuurlijk weer flauw gevallen, daarom. Oh, en dan is het heel sadistisch. Dan hebben ze een bank waar ze kan slapen. Maar moet ik eerst kunnen omturnen. Of een bed bedoel ik. Maar ik weet niet of ik genoeg geld daarvoor heb. Dus, we gaan even naar F2. En dingen waar ik niks aan heb, die verkoop ik meteen. Wat is dat? Een boze kabouter. Kijk, dat is 850, want dat is voor binnen, dat moet je binnen inzetten. Ik heb nog geen huis, niks. Het is een eenpersoonsbed, maar dat maakt niet uit. Want dan kan ik hem waarschijnlijk wel zometeen omturnen. Ja, een gastel. Maar die zal je moeten repareren. Je ijzerkast, die zal je moeten repareren, want het is zelden dat iets heel terugkomt. Je wastafel. Dan kan je in ieder geval... Je handen was je in je broek geplast hebt. En die is verbrand. Oh wacht, je hebt ook een tweepersoonsbed. Die houden we... Oeh, 1390. Nee, die verkopen we. Je hebt een eenpersoonsbed, dus je kan in ieder geval slapen. Ik weet nu bijna zeker dat ik deze wel kan omturnen, dat je kan slapen. Magnetron, nee. Zo, 1920. Dang. Tafel, stoel. Kan de tv op de tafel? Nee. Ja. Nou, dan moet je even op de grond staan. En een poef. Nou. F1. Het wordt al avond, dus dat is wel vervelend. Oh, het gastel moet inderdaad gauw repareren. Want, nu kan het geen kwaad, maar als dit... in je huis zou staan en je doet er niks aan, gaat je huis in de fik. Ik heb nog geen huis, maar ik ben zo standaard gewend, want ik weet niet, sinds dat nieuwe deel er is, brand, omdat de brandweer aan toegevoegd is, heb je heel vaak brand. Zelfs als ze alleen naar het toilet zijn geweest, ik denk dat ze heel heet hebben gegeten, want ze, spontaan staan ze in de fik. En dan heb ik zo'n add-on erin zitten die ervoor zorgt dat ik geen brand meer zou kunnen krijgen. Maar dat spel denkt daar nu anders over. Omdat de brandweer is geïntroduceerd. Als je mazzel hebt, komen ze en blussen ze. Ik heb het gisteren gehad, mijn radio stond aan, muziek te draaien. Die brandweergasten komen erin, beginnen te dansen. Mijn huis brandt af en ze gaan weer weg. Dus ja, waarvoor heb je de brandweer? Snel! Oh, je kan de brandweer niet eens uitnodigen, want je hebt geen huis. Nou, word even wakker. Weet je wat? Weet je wat me slim lijkt? Waar heb ik dat bed neergezet? Hier. 8000 voor een eenpersoonsbed? Ah, dat is belachelijk. Dat kan niet. Waar is het tweepersoonsbed gebleven?
Die heb ik toen niet verkocht. Of wel? Oh jawel. Ik had, ja, want ik denk dat ik tenminste geld. 4000. 5000. Een eenpersoonsbed. Ja, ga het gastel even repareren. Dank je. Ah, oh, dit is niet leuk meer, man. Ik moet nog meer spullen verkopen. Wat is dat waard? Niks. Nee, ik moet het eerst maken, want dan heb je geld. Wat is dit waard? 415. Ja, dat is het ook niet. Voor hoeveel verkoop je dat bit? Voor nul. Kijk, weet je, het gaat je geld kosten en dan krijg je er nul voor terug. Ja, je krijgt er pas geld voor terug als je die 8000 hebt. Maar ja, daar heb ik niks aan. Terwijl een gewoon bitje, dat heb je al voor 255. En dan heb je nog redelijk 4 om 3. Nee, ik mag ze niet kopen! Hè? Het zijn mijn eigen regels, hè? Want het zou wel heel makkelijk spelen worden. Je bouwt even een huis. Maar ik ga wel even kijken of ik een huis kan, in ieder geval via een blok kan bouwen. Alleen al dat ze daar kan slapen voor als die klote vampier komt en die gaat anders zitten zuipen. Heb je normaal, heb je dat vampierenpack niet en heb je die vampier ook niet. Maar ik vraag me überhaupt af wat hij hier moet. Dit is niet eens zijn territorium. Hoeveel geld hebben we nog? Oh, dit kan iets groter. Oh, eerst een deur plaatsen. Anders kunnen we er niet in. Lekker deze van 50. Boom. Dat gaat me kosten 360. Hier nog een beetje uit. Dit kan ook nog een beetje uit. Zo, dan heb je in ieder geval een beetje een ruimte waar ze kan vertoeven. Dan kan ik in ieder geval die rotzooi even hier kwijt. Dan wordt dat de keuken. Hallo. Dan wordt dat de keuken. Nou, meer artikelen voor de keuken hadden we niet. Nee. De badkamer. Met de lek om de zink. Oh, aansluiten. Iets meer van de vanaf. Zo. We hebben een tafel. Dan wordt hier de woonkamer. Oh. Ik hou niet van scheve dingen. Trouwen jullie? Nee. En met trouwen bedoel ik, als ik hier nou een... Is dit een bureau? Nee, een tiektafel. Deze kan erin. Beetje voor de gezelligheid. Deze... ook nul, je moet het eerst maken. Weet je wat? We hebben al zo'n ding, dus dan kan deze... Oeh, 505. Dan is die 505 waard, neem ik aan. Ja, dus waarvoor je het repareert, dat is het waard. Het leuk geweest als je er meer terug voor terug zou krijgen. Maar oké, dat zou wel heel makkelijk geld verdienen zijn. Ben je al een beetje opgeschoten met repareren? Dank u. Ze is doodmoe en ze gaat tv kijken. Weet je, dat bedoel ik dus. De denkwijze van een sim. Als jij doodop bent en je valt steeds neer van slaapheid. In plaats van dat je op de bank gaat liggen, ga je tv kijken. Maar het is in ieder geval een kleuren tv. Nou, ze gaat nu maar in bed. En wanneer wil je die daarna even repareren? Of nu repareren? Ook goed. Je staat in een waterstraal te werken, dus je wordt schoon. Niet?
En daarna de ijskast ook nog even? Nee, ga dan maar een bedje nemen. Oh, dit is echt mijn testsim. Ik heb van alles met de uitgevreed. Zelfs tot sims die doodgaan. Je dacht zo, je zou zo wel denken van, ze zou wel ergens tegen moeten kunnen. Ze heeft totale uitdroogte gekend, ze heeft verbranding gekend, ze heeft bliksem, elektriciteit. Dat is allemaal een overleden. Ja, en dat doe je niet expres, want het kan zijn dat ze is nou aan het repareren, dan krijgt ze een schok. Maar die schok kan ook fataal wezen. Maar ja, mijn is met de opleiding van elektronica geleerd van voordat je ergens dan gaat beginnen, zorg dat de stekker eruit legt en de stoppen eruit zijn. Omdat het nog wel eens gevaarlijk kon worden als je twee puntjes aanraakt. En op school lieten ze dat dan voelen met 12 volt en maar 1 ampère. En dat laatste, dat is gevaarlijk. Maar thuis heb je 220. En als dat via je hart je lichaam verlaat, dan haal je een groot probleem. Daarvoor hebben we geaarde dingen in huis, zodat het niet door ons gaat, maar door de grond. En nog hebben de meeste mensen geen geaarde stopcontacten in de woonkamer. Ik wel. Zo. Wat ga je nu doen? Ja, ga eerst slapen. Kijk, je kan binnen slapen, dus... Ho, ho, ho. Even de muren optrekken. Deze deur op slot... Nee, ja, nee. Er komen hier toch geen mensen nog. Dus niet betreden vampieren. Ding. Ja, ga slapen dan. Vind betere deals dat ik 5000 heb, dat ik dat bed kan maken voor je. Of ik moet er nu dat civil engineering doen. Want, ja, geef mij mijn doekoe even terug. Ja? Er staat nog een rekening open. 2000, dank u. Ik zou het bed kunnen doen. Oh nee, ook niet eens iets. 8000. En die is 5000. Man. Wat ga je net doen? Oh, het is nachtgek, dan ga je natuurlijk buiten. Die stomme vampier is er. Ik vind vampierenpack te gek hoor, eerlijk gezegd. Dat ik er niet op tafeltje kan zitten. En als ik deze naar waar val, kan ik dan hierop? Nah, wat een bullshit. Hij laat los. Hij klaar met zijn vingers. Nou, doen we deze even een stukje hier. Zullen we de tv, lijkt het tenminste dat die Ctrl-C, db.moveobject on. Oh, zo. Het lijkt het een beetje dat die op die tafel staat. Ik weet ook, je kan iets gebruiken, een keyboardcode, dat je dingen er omhoog kan zetten en naar beneden, maar ik ben hem even kwijt. Dat was Alt-Shift-Alt geloof ik. Ik weet het niet meer. Nee, ik was het even aan het proberen. Mijn sim is heel erg moe. En dan gaat ze tv kijken. Die gaat zo meteen weer neervallen, dus ik ga die tv heel even verplaatsen. Naar een plek waar zij niet bij kan. Het dak. Want als jouw sim wil slapen en ze kan de tv of de radio horen, gaat ze niet slapen. Daar ben ik achter gekomen. Dat is met haar idem dito. Dus nee, de tv gaat even op het dak. Dan gaat je plezier maar even weg. Voordat je neer... Wat ga je nou weer doen? In bad. Ga toch slapen. Ik wou dat ik een bubbelbad had. Die reinigt niet, maar dan kan ze wel in slapen. Ik heb in ieder geval het idee dat ze reinigt.
Het valt nog mee dat je niet klacht dat het er niet uitziet. Nee hoor. Oh shit, ik moet even. Volgende aflevering heb ze een tweede sim. Want die trouwpartij in 7 dagen. Want ik vergeet hem wel eens. Normaal wacht ik tot ze het hele huis hebben. Normaal hebben ze rond deze tijd al aardig wat in het huis staan. Maar deze hebben weinig zin in. Dus ik zal even toch. Cast.full edit mode. Ik hoop dat die cheat werkt. Want ik kan me eigenlijk niet zien omdat mijn camera voor de chat hangt. Maar ja, die kant heb ik nodig. Die kant heb ik nodig. Die kant heb ik nodig. Bewerking 6. Ik weet ongeveer de gewoonte van een cheat gebruiken. Ja, nou kan ik ze weghalen. Deze gaat weg. Hé, hey, hallo. En die kan blijven. Dus jij wordt groen. Einzelganger. En kwaadaardig. Saps. Oh, is alweer bijna het einde. Ja, ik weet het, filmpjes zijn weinig. En als er weinig actie is, maar ik kan hier niks aan doen. Zijn we eigenlijk goede dingen te vinden? Oh, ik nog eens even naar de treed van mijn huis gaan. Oh, mag ik het niet? Oh nee, mijn huis is niet af. Jawel, mijn huis is af. Ik heb 1 kamer en geen toilet. Ja, hoe gaan we dat noemen? 4. Oh. Vierkant hok. Oh, caps lock staat aan. Daarom werk ik met cheats niet. Nee, caps lock staat niet aan. Dus de schrijving kan in grote letters. Dat is het. Daar gaan we het aan veranderen. En die andere die ik niet wilde hebben, want daar stond in, maar daarna. Welke was dat? Was dat deze? Nee. Oh, jammer. Nou, ik weet niet eens of het eruit is, maar container vol gebleven, continu. Maar als het goed is, valt er nu ook rotzooi. Alleen, die dingen zijn niet uitbodemloos. Want. Jackie, wat is dat? Sims lopen kans om misselijk te worden als ze eten of drinken of het toilet gebruiken. Nee. Nee, ik wil die andere hebben. Die. Deze kan veel genereren te composteren. Ja, dan doen we deze. Want die andere, die zorgde ervoor dat ze gingen stelen. Welke was dat? Hij zit er niet bij. En dit is uiteindelijk mijn. Ik weet het niet meer. Want dat vond ik kloten, want dan was ik ook met deze bezig. En had ik een tv gevonden, dan heb ik tv neergezet. En een dag later krijg je een melding, je sim heeft iets geprobeerd te stelen, het is gelukt. Had ze die tv gejat.
Dus ik denk, nou, die zit in de thuis. Nergens te vinden. Ik denk, die treedt gewoon weg. Op orde. En wanneer je een toilet krijgt en een keuken hebt, dan al dat oranje, dat wordt alleen maar groen, 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 groenig. Het begin is altijd even aftaaien, vooral als mevrouw niks weet te vinden. Oh, ik weet welke het is. Ik weet welke het is. Dat is een trait van mijn karakter. Ach, nee. Een trait van mijn karakter. Ik weet het al. Maar dan vinden ze goede dingen in het afval. Frigantisch. Oh. Nee, ook niet. Oh nee, Recycle Disciple. Deze sims zijn verwoede recyclers. Die profiteren van het recyclen en het spitten naar stukjes en beetjes. Maar als ze te lang met hun hobby bezig zijn, gaan ze jetten. Want ik haalde deze trade weg en er werd niet meer gejet. Dus je bent geen loonwolf, maar frigantisch. Deze. Oh, maar jij, daar mag ik niks kopen. Maar je vindt het wel beter geschat. Maar. Nee, ik hou hem zo. Oh nee, je kan niet gemeen zijn, want je krijgt je spouse. Want dan krijg je spouse een hekel aan je. Dat wil je niet hebben, want dan kan je niet meer met je spouse doen. Je bent netjes. Zo. Ik heb je al geüpload, hè? Ja. Je kan al mijn uploads vinden op mijn kanaal. Origin, Maxis, whatever. Hoogwet is TD en dan Retro Gamer. Dat ben ik. En TD staat voor de Dutch Retro Gamer, dat is mijn YouTube kanaal. Maar je mag geen lange namen gebruiken, dus ik moest het zo doen. En dat doe ik bijna altijd als ik ergens mijn naam niet mag gebruiken, dan TD. En soms moet ik zelfs TDRG doen. Omdat, nog een keer, daarvoor wil ik geen vrienden in mijn lijst hebben. En mijn telefoon staat toch op stilte, ja. En toch, ja, had die uitgestaan, had ik nog veel meer berichten gehad. Maar ik vind, als je hem op stil zet, moet hij stil zijn. En dan moet je ook niks ontvangen. Ach, dat specerijenfestival is, ja, maar geen zin in. En trouwens, geen geld voor. Ik heb net 4000. Zeg, hoe lang ben je nog aan het bedderen? Je bent al schoon, kom op. Plop. Ga even repareren. Oh, ik denk dat ik mijn tijd om is. Ja, ik sluit de video af. De volgende keer zal ik echt wel mijn bak koffie hier hebben staan. En mijn klok zetten op 30 minuten. Leuk dat je gekeken hebt. Bedankt. Ik zie je in de volgende video. Doei doei.